Hallo allemaal, daar zijn we weer. Het is woensdagavond, dus budget time, zeg ik dan maar. Ik wil allereerst even alle nieuwe abonnees welkom heten. We hebben er aardig wat bij gekregen in de afgelopen week. Superleuk, dank jullie wel. Als dit een leuk filmpje wordt, geef zeker een like. Vind je niks, doe dan niks. Hebben jullie wat aan, hè? Deze week, nou, ik moet zeggen, nul inkomsten. Hoewel, ik had vis gehaald voor mijn ouders, maar dat hebben ze weer netjes terugbetaald. Maar, hè, ja, ik word er niet rijker van. Deze week, de eerste van de maand viel erin. Dus ja, alle vaste lasten zaten erbij. Op de mobiele telefoon en de gewone telefoonabonnementen bij. Maar de rest, het is er allemaal af. De bankkosten, 9 euro. Hypotheek, 464 euro. Dat is een stuk minder dan dat we eerst betaalden hoor. Een paar jaar terug betaalden we nog bijna 900. Dus ik ben al blij dat het zo weinig is. De lening van de kozijnen is wel lachen. Deze week kregen we de brief binnen. U gaat, wat was het, 4 jaar hoef ik nog minder te betalen. Dus gaat goed. Die was de 130 euro. De levensverzekering van de hypotheek, 167 euro. De uitvaartverzekeringen van ons beiden, 17 euro. Dan de rest van de verzekering, autoverzekering, reisverzekering, woonverzekering, inboedelverzekering, 105 euro. De energie- en de gasrekening, daar betalen we 125 per maand voor. Dan ging de zorgverzekering eraf, 203 euro. Gemeentebelasting, 66 euro. Mijn studie tot budgetcoach, 57 euro. En de wegenbelasting, 90 euro. Dat waren alle vaste lasten van deze maand. Dan hadden we boodschap gedaan. We waren naar de markt geweest. Appels en bananen voor in de yoghurt, 5,75 euro. Brood, daar zien jullie nu even een shoplog van. Vandaag een mini-shoplogje voor mijn budget erbij. Sinds kort zitten bij ons de Bakery Boys. En die zijn alleen maar op vrijdag en zaterdag open. En ik moest langs de visboer, dus ik dacht, ik loop er even langs. En haal een paar broodjes om te proberen. We hebben een bruine deesem. Ik geloof dat dit zongedroogde tomatenkaas was. Old Amsterdam. Old Amsterdam en een het beste meergranenbroodje. De twee buitenste gaan we gewoon invriezen en laten proberen. En deze twee gaan we met paas eten. Ik ben echt heel benieuwd hoe ze gaan smaken. Een gewoon brood kan ik heel goed bakken en wandwoorden kan ik bakken, maar met meerdere dingen erin is toch altijd moeilijker. En deze is ook best wel moeilijk om goed houdbaar te houden. Dus daarom doe ik altijd met gistbakken. En ik ben wel dus nieuwsgierig. Jullie gaan het horen. Hiervoor waren we 13,20 euro kwijt. En ik moet zeggen, het brood was zalig. We hebben alleen nog maar de Old Amsterdam en de zongedroogde tomaten op. Maar die waren allebei, wij waren het erover eens, mijn ouders ook. Die waren erg lekker. We hebben ze met wat brood gegeten en met wat boter gegeten. Fantastisch. Ik denk dat we het andere brood, dat we dat van komend weekend gaan eten. Ligt in de vriezer, dus hoef alleen maar opgewarmd. Dan de supermarkt plus de visboer, waar we in totaal 160 euro kwijt. De shoplog hebben jullie vrijdag kunnen zien. Omdat mijn ouders kwamen, hadden we nog wat vissalades gehaald voor het aperitief. En ik had geen witte bolletjes bij besteld. En die bleken op, dus die heb ik nog even gehaald. Plus nog een krentenrozijnenbroodje voor mezelf. En nog wat dingetjes die op waren. Dan hebben we de bandenwissel gehad. Want we zijn van winter naar zomerbanden gegaan. Ook al sneeuwt het nu als ik nu naar buiten kijk. Maar wij zitten al op de zomerbanden. Die waren 52,50 euro en dan blijven de banden daar. En voor de persoonlijke verzorging, ik had natuurlijk hooikoortstabletten gehaald en die gaan van persoonlijke verzorging af.
En dat was €10,69. Dan heb ik nog een kleine review. Ik had een Sony e-reader. Hij heeft jaren gedaan en er is niks mis mee. We hebben zelfs een rode en een zwarte. Alleen, de software is niet voor Windows 10. We hebben alleen nog maar Windows 10 PC's. Wordt wat moeilijk, zeg ik dan maar. Dus ik heb een nieuwe e-reader besteld. Ik vind de e-reader net wat prettiger aan lezen dan op de telefoon. De telefoon vind ik net te klein, de tablet vind ik net te groot om vast te houden. Dus ja, daar zit ik tussenin. Dus ik heb een Kobo e-reader. En ik moet zeggen, letters fantastisch. Waar deze nog een los lampje had, heeft deze dat niet meer. En je kunt als het ware, ik hoop dat ik dat op beeld kan laten zien. Ben er nog, kijk, kun je donker en licht zetten. Dus je kan gewoon in het donker lezen. En in het licht natuurlijk ook. Hij klapt om als je daar het juiste bij doet. Hij kan rechtop, je kunt werkbaar, zelfs op zijn kop kun je, en dan schiet hij nog goed. Dus je kan werkelijk maar helemaal zelf zien hoe je gaat lezen. Ik ben zeer tevreden. Ik ben gelijk weer even lekker gaan lezen. Ik ben het vierde boek van de zeven zussen aan het lezen. Ik geloof dat in juni het laatste deel komt, dus dan hoop ik zover te zijn dat ik die dan ook gelijk kan lezen. Ik ben er ook pas vorig jaar maart of april in begonnen hoor, dus duurt nog even. En voor de rest hebben we eigenlijk niks, want ja, niks uitgegeven. En verder ook niks. En de e-reader was €194, inclusief een hoesje. Nou, dit was het weer voor deze week. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like, zeker. En had je nog vragen over iets, je kunt altijd een reactie geven. En dan antwoord ik natuurlijk netjes. Tot de volgende. Komende vrijdag, een shoplog. Ja, dat is deze post, zeg maar. Dan is net de instockbox binnengekomen. Dus niks van de Albert Heijn, gewoon weer een leuke instockbox. Ik heb er zin in. Ben benieuwd wat voor groenten we deze keer krijgen.